Hoi, bij deze taak ga je opmeten hoe lang de schroeven of de planken zijn. Wat je doet, je knipt het eerst uit zoals je hier ziet en dan ga je meten. Dan leg je hem er langs zoals je ziet en dan leg je die, kijk je zo, waar het begin ligt en dan zie je dat deze 7 centimeter is. En dat schrijf je er dan bij. Dus je knipt ze uit en je plakt ze op een ander papier. Ik zou het helemaal super vinden als je ze op de volgorde van groot naar steeds kleiner plakt. Dus je zoekt eerst de grootste, de langste, schrijf je op hoe lang die is en dan steeds een beetje kleiner. Ja, heel veel succes hiermee!